naar Liane's live, het acrylvergieten. Sorry voor de opstelling. Sorry voor het verkeerde licht. Ik heb hier lekkage gehad. Mijn bureau staat anders. Ik moet mijn licht zoeken. Ik ben er al even mee bezig. En toen dacht ik, ja, ik kan beter maar gaan gieten. Dan maar met minder licht. En dan maar iets minder in beeld. Want ik moet een nieuw statief halen. Want deze zit helemaal nu ingeplakt met tape. Waardoor ik dus niet goed kan zien of deze nou helemaal in beeld zit. Ik denk van wel. Zo niet, mijn excuses. Ik heb natuurlijk even, nou ja, hoeft het misschien niet een stapeltje eigenlijk. Want het hoeft, nou, maakt niet uit. Ik ga dus deze plaat bedekken. En deze ga ik speciaal doen voor Lianne Gert. Kijk op haar Instagram, ik zet het in de beschrijving. Wat een wonderbaarlijke vrouw. Wat ik voor het eerst ga doen, normaal doe je natuurlijk altijd witte door. Want wit is zwaar, dat zakt naar beneden en dan krijg je mooie randen. Ik ga dit keer met alle kleuren rood die ik heb, ga ik zo een ring maken. Al ben ik bang dat je het toch niet gaat zien. Dus ik denk toch dat ik er even oranje of roze bij moet gaan doen. Zit ik nu te bedenken. Want ik ben bang dat je het anders niet gaat zien. Zit ik nu te bedenken. Want dit is allemaal wel heel erg rood. En doen we dan deze felle oranje erbij. Of deze felle roze erbij. Of dit is goud met roze. Rosé goud. Of doen we... Nou, dat weet ik nog niet. Ieder, ik ga gewoon mijn beker vullen. Ik ga gewoon... Ja, ik heb ook eigenlijk geen idee wat ik nodig heb. En normaal ga ik toch eerst wat erop smeren. Dat ga ik dit keer niet doen. Dit is een metallic rood. Ik ga gewoon de kleurtjes erin doen. Ook niet kijken hoe. Ik ga het gewoon een keer helemaal anders doen. Er zit... Oh, de ene verf is ook wat dikker dan de andere verf. Er zit hier ook siliconen in de verf. Terwijl je eigenlijk bij een ring pour, zoals ze dat noemen, hoor je natuurlijk eigenlijk geen siliconen erin moet doen. Want dan hou je netjes die mooie ringen. Nou, zoals slim als bij die andere ook de bakjes heb bewaard. Hup, die wil ik overheersen bij de rood. Dus ik heb echt geen idee of ik te veel heb of ik te weinig heb. Maar in principe wilde ik het dus echt met alleen al mijn rode kleuren doen. Maar ik ben bang, omdat ze zo op elkaar lijken, dat je dan toch die ringen net niet ziet. Ja, dan doe ik het toch even lekker knalroos doorheen. Ik kan wel denken, ik ga er zwart of wit bij doen. Maar dat wil ik gewoon nu juist een keer niet. Die oranje alleen niet. Dan doe ik er alleen nog deze oranje bij. Oh, wat slim. Ik heb nou de dekseltjes erbij. En die andere oranje, die vind ik echt niet mooi, deze. Die gaat er niet bij. Oh, en volgens mij draait mijn camera, zie ik nu net. Want ik hoef natuurlijk niet in beeld met mijn onderkant. Nou, ook als die scheef staat, nogmaals mijn excuus. Maar anders moet ik nog langer bezig zijn met opstellen. Dus ik heb gewoon mijn statief vastgetaped. Want anders duurt het me echt te lang en dan gaat het van mijn tijd af. Nou, hier zit dus een heleboel verf in. Is dat genoeg? Ik heb een gevoel van niet. Hup. Nog even een scheutje daarvan. Nog even een scheutje. Ah, lekkere dikke verf. Dat glijdt dus bijna niet. De dunne wel, dat loopt. Maar die dikke loopt bijna niet. Toch nog even een beetje roze erbij. En als ik over heb, dan giet ik het natuurlijk altijd nog op een kleiner. Nee, hier zit niet meer zoveel in. Dus dat bewaar ik. Zo. Eigenlijk had ik al deze kleuren rood, had ik eigenlijk gemengd voor een Valentijnsdag. Poor. Maar ja, dat kwam echt niet van. Ik heb dus een kartonnen beker. En waarom? Die kan ik een tutje maken. En dan ga ik nu, en hieronder heb ik trouwens wel een tapeje gedaan. Anders valt het verf door het gaatje. Oké, nou, dan gaan we beginnen. En dan zit ik alleen te denken, oh, kijk eens wat er in de beker al gebeurt. Wauw. Zal ik nou... Ik kan er ook gewoon een ordinaire dirty poor doen. Nee, ik wil dan een ring poor doen. Misschien dat ik hem nu met een muziekje ga doen. Misschien dat ik dat wel even ga doen. Ik haal een keer mijn waffel. Ik weet, is moeilijk. En we gaan gewoon lekker op de muziek die jullie horen. Ik niet. Gaan we gewoon even draaien. Komt-ie. Jammer. Oh, nou, er zit eventueel nog in, indien nodig. Oké, dan ga ik hem nu natuurlijk
Heel voorzichtig. En dat komt mijn probleem. Oh, wat zit er dan luchtbellen in. Maar dan zou ik nu eerst de branden kunnen doen. Dat doe je meestal. Maar dan heb je meteen cellen. En op het moment dat je ze nu gaat bewegen, worden die cellen groter. En ik wil natuurlijk eigenlijk zoveel mogelijk je een ring ziet en niet dat je de cellen ziet. Al had ik wel met haar erover dat voor haar rood met vuur te maken had. En een ringpoer heeft met, vind ik, met groei te maken. En niet met vuur. Ja, de vuur van binnenuit. Dus Lianne, en ik weet dat je gaat kijken, want ik stuur hem door. Deze is speciaal voor jou op een oude grammofoonplaat. Want ik weet dat jij van duurzaam bent. Daarom heb ik voor jou geen canvasdoek gebruikt. Eventueel zouden we hier een klok van kunnen maken. Ik hoop dat ik hem naar je toe kan sturen in Ecuador, geef je volgens mij een retweet. Zij heeft meegedaan aan het programma Wielen. Ja, daar kan ik dus nu echt leuk niet opkomen. Staat ook in de beschrijving. Daar vond ik haar een hele bijzondere dame. Dat programma is gestopt in verband met te weinig kijkcijfers. Maar het was gewoon op geklote tijdstip. Ja, sorry dat ik het zeg, dat het werd uitgestonden. En het wisselde 100 keer met uitzenden. En dan weer met de kerstvakantie was het weer 2 weken niet. Dus ja, dan raak je je kijkers kwijt. Behalve mij. Er deden trouwens ook 2 mee uit Zandvoort. Daarom ben ik het eigenlijk gaan kijken. Maar in ene zag ik haar. Ze had ook eerst een plan, ze had de Instagram van het programma. Maar dan ging ze dat overzetten in haar eigen naam. En toen zagen we in één keer, en het zei ze ook in het programma, dat zij dus door ging reizen. Nou ja, dat zeggen ze wel eens vaker in het programma en dan doen ze het niet. Waarom doet hij nou dit? Kijk, omdat hij dus nu, ik weet niet of je het ziet, dit randje niet pakt. Doe ik dat even met mijn vinger in de hoop. Kijk, normaal ligt het natuurlijk daarom. Zie je, nu zie je dus heel goed waarom dus een randje verf erop moet liggen. Want dan glijdt het verf beter. En dat doet het nu dus niet. En vooral niet omdat er dus ook dikkere verf bij zit. De dunnere verf, dat wil wel glijden. Maar de dunnere verf niet. Nou, ik haal even iets schuin, want het duurt me nou te lang. Kijk, zie je? Ik weet niet, oh, ik hoop dat het in beeld is, want ik kan het dus gewoon niet zien. Ik heb die hele camera bijna vol afgeplakt. Oh, heb ik nou het wel op play gedrukt, hè? Anders zie ik dit ook niet, doe ik dit ook allemaal voor niks. Nou ja, daar, ik moet hem nu toch afmaken. Dat had ik dus, ik dacht dat ik nog een schildervideo had. Met overgebleven verf van een video daarvoor. Ja, dus niet opgenomen. Terwijl ik dacht in het opnemen was. Kijk wat er nu gebeurt met die ringen. En nu is het jammer dat er siliconen in zit voor de cellen. Maar aan de andere kant past het eigenlijk ook wel. Want dat is natuurlijk wel het vuur. En het zijn wel een beetje onrustige ringen, madame. Maar ik ben wel blij dat ik nog even die andere kleurtjes erbij heb gedaan. Maar ja, wat vind ik nou mooier? Kijk, die hier beneden, dat moet ik natuurlijk houden. Ik weet niet of... Oh, wat erg dat ik niet kan zien. Oh, maar laat ik hem alsjeblieft opnemen. Alsjeblieft. Nou. Oh, daar nog maar even een beetje eraf. Als er weer te veel verf op ligt, gaat die barsten, dat verf, hè. Ik ga hem neerleggen. Wauw. Nou, Lianne. Oh, vind ik het mooi, zeg. Maar ja, nu ga ik toch met de branden eroverheen. En ik moet, want er zit een luchtbel in. En als je die niet doet, worden dat gaatjes. Maar dan ga ik er nu dus van boven naar beneden overheen. Als ik er nu zo overheen ga, krijg ik nog meer cellen. Oh, wat zit er een luchtbel in. Ja, dat klopt, want ik heb 1 kleur net op het laatst nog even gemengd. Want die liet ik dus omvallen over mijn mobiel. Tuurlijk. Oh, shit. Had ik nu toch meteen die gaatjes moeten doen, want hij pakt ze niet. Oh, nou dan moet ik een prikker pakken. Hier beneden. Ja, daar hadden we 2 stop. Nou, Lianne, je weet dat je de prikkers boven moet hebben. Ja, want die gaan allemaal luchtbellen en die gaan er niet uit. Maar vind ik dit patroon zo mooi genoeg? Ik vind het toch hierboven niet zo mooi. Dus... Als ik verder ga, kijk, dit vind ik heel mooi. Die groei die omhoog komt. Maar dit vind ik niet mooi. Dus ik ga hem toch nog even. Ik vind het toch die ene kleur oranje er niet mooi in. Dus ik wil hem er hier af. En dat kan, want er zit genoeg verf op. Zo, die is er hier af. Dan wil ik hem. Oh, dat zie ik dus niet. Daar, dat beetje oranje wil ik eraf. Oké, dat is er ook af. En dan ga ik hem hier nu toch, dat dit stuk. Oh. Oh, in het licht is het gewoon oranje, terwijl het gewoon allemaal rood is. Hé, verdomme. Dan heb je nog zo'n daglamp en dan is het nog
ander licht. Ik moet er toch iets voor gaan verzinnen. Ik weet wel dat ik mijn bureau nu zo in de lengte wil houden in plaats van onder mijn raam. Dat weet ik wel, want ik kan er nu lekker omheen en kan ik makkelijker doeken laten liggen. En ik wil met dat grote doek daarachter wil ik een soort van vakken gaan maken en dan dat gaan invullen met verf. Gewoon een keer heel wat anders. Kom op. Ja. Oh, maar dan wil je toch weer niet zien dat hij door je hand tegengehouden is. En nu maak ik de onderkant van de LP vies, want die heb ik niet afgeplakt. Slim? Nee. Gelukkig waar ik hem opleg is wel schoon. Normaal is dat dan ook vies bij mij. Oh, hij moet een beetje terug. Zie je, want je krijgt hier, zie je, krijgt die zwarte rand krijg je weer. Dus hij moet een beetje, moet hij weer terug. Maar niet te veel, want ik vind dit, deze groei, wat hier zit, vind ik zo mooi. Dus ik moet hem echt, nou, ik denk dat ik het maar even... Nee, dat, is dan ook weer, dat vind ik dan ook weer niet mooi met de afwerking. Dat is voor mij dus ook heel belangrijk. En wat trouwens met deze heel mooi zal worden als ik hier een laagje resten overheen ga doen. Dat wel. Maar ja, dat is natuurlijk wel erg kostbaar. En voor mij is het zwaar mengen. Dus, ik heb natuurlijk nu die 1000 abonnees. Wat natuurlijk heel, ja, ik vind het gewoon een magisch getal. Maar wat nu gewoon heel fijn is, en het is echt een schijntje. Je kan, jullie hebben natuurlijk al de irritante reclames gezien. Maar daardoor krijg ik een kleine bijdrage. Een paar cent per video. Maar ik weet dat het irritant is, maar als jullie me nou willen helpen, zouden jullie dan voor mij de reclames af willen kijken? Want dan zou ik op een gegeven moment, laten we zeggen, iets van $20 per maand krijgen. Als iedereen natuurlijk wel de video's op die manier blijft bekijken. Want je hebt ook, het is niet alleen 1000 abonnees, je hebt ook zoveel views nodig, anders krijg je het ook niet. Daar hangt het allemaal van af. Maar als ik nou gewoon €20 in de maand heb, dan kan ik toch weer nieuwe verfspullen kopen. Want ik verkoop mijn doeken niet, ze zijn wel te koop. Maar ja, dan moet je natuurlijk meer werk van maken. Daar heb ik de energie niet voor. Dus ja, dus het kost jullie niks, alleen een beetje irritatie van die reclame. Oh, wat is hier aan het veranderen tijdens het praten. Oh, en ik vind dit nu heel mooi, wat hier gebeurt. En toch, ja, ik ga niet met mijn handschoen erover en dan komen er druppels in. Maar wat daarboven, dus echt, dat moet ik hem niet uit mijn handen laten glijden. Juliana, alsjeblieft niet. Dus nu geen spas meer krijgen, dan flikkert die... nu tijdens het praten komt er wat moois. Wauw. Ja, ik weet dat ik normaal nog wel hard wou zeg. Ja, nou is die rand mooi. Nou is die rand mooi. Oké. Ik weet dat ik normaal veel enthousiaster ben. Maar ik krijg nu een rust. Want ik zie dus haar groei hierin. Ja, sommigen die het nog niet weten. Ik heb ook readings gegeven aan mensen. Maar ja, dat is nu natuurlijk een beetje lastig. Omdat ik met mensen niet kan afspreken. Omdat ik en natuurlijk niet weet hoe ik mij voel. Oh, ik zit helemaal onder de rode verf. En het gaat dus zo slecht af. Nou ja, en ik kan ook gewoon niet zwemmen, dus ik kan ook niet weken. Nou ja. Nou ben ik het alweer kwijt. Oh ja, en ik heb natuurlijk niet de energie. En dan moet ik zitten. Ja, dat gaat dus niet. Of ik moet inderdaad liggend op mijn bed doen. Maar ja, dan nog, weet je, dan maak je een afspraak met mensen. Als ik die dag een verschrikkelijk slechte dag heb, dan moet ik afzeggen. Ja, weet je, ik ben, door dit ben ik helemaal in mijn element en met mijn kaarten. Iemand wees mij er trouwens ook op. Ik vertel jullie alles. Ik laat exact stapje voor stapje zien hoe ik het veng, hoe ik het verf meng, bla bla bla. Heel veel doen het tegenwoordig niet, want je hebt nu dat Patreon of zo. En dan kan je per maand betalen en dan mag je video's zien. Nou, dat zal ik sowieso niet doen, daar heb ik dus totaal energie niet voor. Alleen iemand wees mij er wel op van, ja Liane, anders leuk en aardig. Jij vertelt alles letterlijk. Terwijl anderen, die doen het of in een workshop thuis, of zelfs nu tegenwoordig via een online workshop. Waarom ga jij niet online workshop maken? Of vraag je er maar €5 voor als iemand naar die video kijkt? Is ja, maar ik heb alle video's over het mengen al erop zetten. Dus ik vind dat een beetje moeilijk. Het enige dat het wel is, ja, en het weet degene die giet ook, het kost natuurlijk wel aardig veel geld. Dus... ik heb voor mezelf besloten, als we nou eerst met z'n allen bij mij al die irritante reclames van mij gaan bekijken, dan help jullie me ook met een paar cent. Vervolgens, als jullie nou bijvoorbeeld een keer tv kijken, dat je
je laptop aanzet, een afspeellijst voor mij, gewoon op stil. En dat je dan gewoon die afspeellijst laat afspelen, want dan krijg ik dus meer views. Dan heb ik dus ook een, ja, iets meer een zakcent. En als ik, weet je, ja. Ja, dan vind ik het, daar ging je bijna, heel moeilijk om te vragen. Sommigen hebben ook bij PayPal een eigen account. En dan kunnen mensen gewoon, als stort je een euro, kan je daar een euro op storten. Dat zou ik eventueel ook open kunnen maken. Want ik vind het zo moeilijk om dus nu in één keer wel te gaan gieten. Maar dan stappen te over te slaan. En dan geen antwoorden geven. Alleen maar een besloten groep op Facebook aan te maken. Waar je dan in kan zitten. En waar je dan je vragen kan stellen. Dat is niet mijn ding. Ik voel nu al wat ik denk. Dat was niet. Maar ja, in ieder geval. Ik weet niet hoe lang ik al slap gehouden hoe het heb. Ik ben natuurlijk klaar. Deze is voor Lianne. Nou ja, hij moet het nog opdrogen. En ik vind hem prachtig. Alleen door het licht lijkt hij oranje. Terwijl hij hartstikke rood is. Dus, nou hoop dat hij opgenomen heeft. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video en een vlog. En dus denk eraan. Al is de reclame nog zo irritant. Alsjeblieft, kijk er voor mij af. En indien je nog niet geabonneerd bent. Zou ik het enorm waarderen. Als je ging abonneren. Dank jullie wel. Doei. Ah, alles plakt. Oh, alles onder de verf. Oeps.